Van bij onze aankomst in Kaapstad hielden we de Tafelberg nauwlettend in het oog. Want hoe beklim je zo'n massieve rotsblok met bijna verticale wanden? De berg kan verraderlijk zijn, want in een mum van tijd sta je in de mist. Vanop het dakterras hebben we een mooi zicht en komen onder de indruk wanneer hij door een onzichtbare hand gedrapeerd wordt met een tafellaken van fijne wolken. De wagen wordt achtergelaten aan het onderstation van de kabelbaan. En vanaf nu begint het serieuze werk. Ik weet niet of dit een goed idee is hoor. Het mysterie van de onoverwinnelijke berg wordt ontrafeld als we plots een kloof zien waartussen het pad zich moeizaam doorheen slingert. De laatste stijging, hoop ik. Ja, de high five. Hey, de high five. Ja. We zitten op een hoogte van 1030 meter boven de zeespiegel en hebben dus ongeveer 650 meter geklommen.
Robben Eiland. Het Schiereiland in zuidelijke richting naar Kaap de Goede Hoop toe, met rechts de Atlantische Oceaan en links de Indische. Look at that.